Iedereen die geïnteresseerd is in films, kent de films van David Lynch wel. De kunstenaar doet alles, van absurdistische films tot aan speeches over meditatie. Maar één ding is altijd zeker, het is altijd interessant en het is altijd persoonlijk. In deze video kijk ik naar drie manieren waarop hij maatschappelijke kritiek verwerkt in zijn films. De maatschappelijke kritiek in Lynch's film zit verborgen in drie elementen. 1. Semiotiek, de manier waarop Lynch zijn kritiek verbergt in symbolen en tekens. 2. Locatie. De locaties die Lynch gebruikt hebben vaak affiniteit of een relatie met maatschappelijke problemen in de echte wereld. En 3. Plottechnieken. Hij gebruikt vaak onconventionele plottechnieken om zijn maatschappelijke kritiek beter over te laten komen. Elk element illustreer ik met een film waarin het voorkomt. 1. Semiotiek bij Blue Velvet. In Lynch's brute drama Blue Velvet komt er een erg duidelijk voorbeeld van semiotiek voor. De film levert kritiek op het rooskleurige beeld dat veel mensen van de Amerikaanse steden hebben. Dit wordt duidelijk in de scène waar het oor wordt gevonden. De protagonist vindt een afgesneden oor tussen het felgroene gras. Dit levert een mooi contrast op omdat de film opent met bijna esthetisch perfecte beelden van een Amerikaanse stad. Deze mooie beelden zijn een teken voor het perfecte beeld dat mensen van Amerikaanse steden hebben, terwijl het afgesneden oor in het gras juist een teken is voor de viezigheid en de onderwereld die zich schuilhoudt achter het perfecte imago van zo'n stad. Nummer 2. Locatie in Eraserhead. In Lynch's doorbraakfilm Eraserhead uit hij kritiek op de hedendaagse industriële wereld en de manier waarop technologie tegenwoordig tot ongeluk en ongemak leidt, volgens hem. Hij filmt vooral op industriële locaties die een somber en ongemakkelijk gevoel op de kijker overbrengen. Zo voelen wij het ongemak dat de technologie tegenwoordig veroorzaakt bij ons. Lynch filmt op oude industrieterreinen, fabrieken en in putten. Het ongemak dat hij wil overbrengen is ook in kleine dingen zichtbaar als een liftscène, waarin de hoofdpersoon ongemakkelijk lang staat te wachten tot de lift dichtgaat. Nummer 3. Plottechniek in Mulholland Drive. David Lynch heeft een voorliefde voor onconventionele plottechnieken. In Mulholland Drive gebruikt hij een double narrative om het verschil tussen de verwachting van Hollywood en de realiteit te laten zien. In de eerste helft, het droomdeel, komt de protagonist aan in Hollywood. Ze is vrolijk en krijgt gelijk een auditie. In deze auditie laat ze zien hoeveel talent ze heeft en hoe goed zij wel niet is. In het realiteitsdeel gebruikt Lynch een rare misvormde man als symbool voor het geld dat achter Hollywood zit in plaats van talent. Aan het eind van de film pleegt de hoofdrolspeelster, geteisterd door de realiteit van Hollywood, uiteindelijk zelfmoord. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.